Kijkers, Botlek TV, hartelijk welkom in het live atelier Moor in de Spuistraat in Spijkenisse. Recht tegenover Murray's, de Irish Pub. Ja, u bent het inmiddels al van ons gewend. Eens in de zoveel tijd geven we een update over de making of Max. En hier ligt Max. Hij is in het zonnetje gezet, letterlijk en figuurlijk. Want hij is wat donkerder als de alle andere keren dat u Max heeft gezien. Toen bestond hij nog helemaal louter uit dat EPS, dat keiharde materiaal, waar Tineke Nussink heel, heel lang op heeft moeten werken. Met beitels, met hamers, met elektrische zagen. En langzaam maar zeker komt er echt vorm in Max. We zijn er nog lang niet. Tineke nogal helemaal niet. Die is hier bijna dagelijks bezig en het is een hell of a job. Maar ze doet niet alleen haar best. Het gaat ook, wat dat betreft, gaat het ook hartstikke goed. Maar Tineke, hoeveel uren heb je er inmiddels al niet in zitten? Nou, vanaf januari, zeg maar 4 middagen in de week. Dus 4 weken maal inmiddels 5 maanden. We zitten in de 5e maand, 4e maand eigenlijk. Je hebt er al 100 uren in zitten. Ja, daarvoor heb ik natuurlijk al een schaalmodel gemaakt. Daar ben ik ook een aantal uren mee bezig geweest. Het is niet alleen een levend atelier waar mensen zo voor de ramen kunnen kijken. Zo van wat gebeurt er allemaal? Eens in zoveel tijd hier binnen kunnen komen. Maar het is ook een levende hond eigenlijk. Want elke keer als we hier komen, dan is er weer wat veranderd aan Max. Ik zie zelf dat hij nu al een prototype oogjes heeft. Dat je al een beeld hebt van hoe zijn oren moeten gaan staan. Het is niet alleen maar beeldhouden, boetseren. Maar het is ook een hele studie. Word je niet langzamerhand een soort kinologe? Het is een hele studie, ja. Je moet weten hoe de anatomie van honden is. En aangezien er heel veel verschillende rassen zijn, heb je dus heel veel verschillende maten. En de opbouw van het geraamte is natuurlijk hetzelfde, maar de verhoudingen die zijn vaak anders. Ja, want er hebben al 3 honden hier model gelegen. Eigenlijk alle 3 verschillende honden. Daar krijg je ook een bepaald beeld bij. Daar liggen boeken, je kijkt films. Heb je Rintintin al gezien? Weet je dat nog van vroeger? Dat was ook een herdershond trouwens. Ja, dat weet ik. Ja, ja, dat heb ik vroeger wel gezien, ja. Max hoeft niet per definitie op de Max te lijken die we kennen van de 2 foto's. Het zijn 2 hele slechte foto's. Vage foto's die verkleurd zijn, die beschadigd zijn. En je kan daar vandaan geen maten kan je daaraan ontleden. Dus ook niet alleen maten nemen, maar ook op gevoel moet je werken. Ja, het is beelden maken is zoeken naar de juiste verhoudingen. Over verhoudingen gesproken, je man Karel. Heeft hij nog steeds een verhouding van je? Want je bent meer hier als thuis. Ik geloof dat hij het wel fijn vindt dat ik weg ben. Ja, dan kan hij lekker zo even zo zijn gang gaan. Ja, kom je nog toe aan ander werk? Kan ik me zo voorstellen, want je bent een bekende beeldhouwer. Afgelopen week zijn wij nog in het Tropenmuseum geweest in Amsterdam. Waar ik noem het maar even populair, nooit meer Auschwitz Award is uitgereikt aan professor Barbara Dwork. Daar ben je mee bezig geweest. Kom je nog toe aan opdrachtwerk? Nee, momenteel, maar ik doe ook niet zo heel veel meer. Ik ben een beetje een pensionado. Ja, je bent het, maar ook weer niet. Want als je hier 4 dagen per week bent, dan ben je nog behoorlijk ben je bezig. Het lijkt alweer op werken. Het lijkt alweer op werken. Je bent hier nog mee bezig, maar Max ligt al in was. Wat gaat er gebeuren met de zwarte platen? Dat is namelijk al was, dames en heren. Dit is het begin van de bodemplaat waar Max op ligt. Ik moet dit helemaal op gaan vullen nog tot aan de rand. Dat die plaat ongeveer 1 centimeter dik is. Dat is ook voor het gietproces en de stevigheid. En dan ga ik aan de hond verder. Hij heeft nu nog, dat zullen de kijkers wel zien, een beetje stompe neus. En de oren zijn nog niet spek 7-7, om het zo maar te noemen. Ja, dat gaat allemaal met boetseren, hè, want dat gaat gebeuren. Dat gaat allemaal met boetseren, krijgt dat meer en meer vorm.
Ja, als je dus zeg maar zo'n basisvorm hebt, moet je dat altijd in je gedachten iets kleiner maken. Want er komt natuurlijk nog een laag was bovenop. En anders zou het te groot worden. Ga je het halen? 27 oktober 2022. Wat een uitdaging. Ik doe mijn best, meer kan ik niet. Ja, nou, de nachtwacht is door Rembrandt van Rijn geschilderd. Maar we weten ook allemaal dat hij heel veel hulp heeft gehad. Zou jij nog behoefte hebben aan iemand die meehelpt met was? Nou, dan moet het wel iemand zijn die ervaring heeft met boetseren. Anders dan heb ik nog meer werk. Nou, ik heb een kleindochter van 5. Die is heerlijk aan het boetseren thuis, aan het kleien. Ja. Maar jij bedoelt echt wel een echte kunstenaar. Ja, en die moet ook natuurlijk een beetje kijk erop hebben. Dus, Als we over 3 weken terugkomen, wat zien we dan? Nou, ik hoop dat je dan al een heel groot deel geboetseerd ziet. Tineke Nussink, er is heel veel gebeurd. Je bent ook op tournee. Dat doen we samen een beetje. Niet alleen naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Maar ook Kasteel van Roon. We komen nog eens ergens. De Rotary Rotterdam Botlek. Hè? En daar hebben we samen hebben we daar een lezing gegeven. Daar komen naar alle waarschijnlijkheid komen er ook wat centjes vandaan. Want ja, jij zou het toch ook wel prettig vinden dat niet alleen maar dat je op een gegeven moment een hond hier in was hebt liggen, maar dat hij ook echt dadelijk in brons komt. En daar is heel veel geld voor nodig. Ja, dat klopt. Door wat er nu gaande is in de Oekraïne, zijn ook de grondstofprijzen explosief gestegen. Dus de prijzen van het brons, die zijn van dus ruw brons, €2 per kilo naar €10 per kilo gegaan. En waarschijnlijk is het nu al nog duurder geworden. Nou, laten we duimen en hopen dat het allemaal op tijd gebeurt. En mocht het nou zo zijn dat het niet haalbaar is, daar gaan we niet vanuit op 27/28 oktober van dit jaar. Ja, het geld moet er komen. Dan moeten we desnoods wachten. Maar dat hoeft niet, want u bent kijker. U heeft ongetwijfeld ook niet alleen gekeken op de website en de films van Roel van Deursen, Botlek Televisie. Maar u hebt al heel veel gehoord en gelezen en gezien in deze omgeving over de making of Max. En als u nou denkt van nou, we gaan Tineke helpen met het echte realiseren van de hond Max. Elke €5, een tientje, kleine donaties, ze zijn meer dan welkom. Grote uiteraard ook, maar we zijn ook blij gewoon met kleine giften. Kijk daarvoor op www.maakmaxmogelijk.nl. En een primeur, Jan Slachter van Omroep Max, is toegetreden tot het comité van aanbeveling. En daar zullen we het binnenkort met u over hebben, want er zijn nog een paar mensen die heel graag Max ondersteunen met gezicht, met naam en met faam. Dit was Botlek TV, The Making of Max. Dankjewel, Tineke. Graag gedaan, Joop. Tot ziens.